Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Het is woensdag. Sorry, ik ben trouwens het afwasmachine aan het inladen. Ik ga naar de gym. As you can see, het is 11:55. Ik heb pas rond 11 uur ontbeten. Omdat ik heel veel last heb na de Vespa-trip van bloating. Mijn buik was echt super dik. Nog een beetje, maar het is wel veel beter dan het was. Dan ga ik nu naar de fitness. Ik ga nu een spinning class doen. Allee, class, zo'n digitaal ding. En dan deze avond ga ik met Sam weer terug naar de fitness. En dan gaan we, ik denk, armen trainen vandaag. Dus dat staat op het programma. Tussendoor ga ik ook nog werken. Ik ga ook nog even naar Beringen rijden, naar mijn ouders. Mijn mama is vandaag thuis en ik moet nog dingen gaan ophalen. Dus dat ga ik nog doen. En voor de rest zal het gewoon een werkendag worden, denk ik. Maar ik neem jullie vandaag weer mee. Dus veel kijkplezier en tot zo. Ik neem ook nog een banaan mee voor erna, want als ik naar mijn ouders ga, dan moet ik wel iets eten, maar mijn mama zal ook wel iets hebben. Dag katjes, tot s'avonds. Tot s'avonds katjes. Love you. Love you. Doei. Ik ben ondertussen bij mama en papa. Ben gaan spinnen en mijn blouse is nog helemaal nat. En ik ben kippenworstjes aan het maken met tomaatjes en ik ga er nog spinazie bij doen. Zo ziet het er momenteel uit. Echt hoogstaand culinair. Ben ik weer met deze. Oké. Ja, oké. Sam is het onze schoenen ingespoten. Met blijkbaar zo'n bescherm. Wat is dat? Beschermlaag ding. Beschermlaag hebben. Zodat die mooi wit blijven of wat? Ja, dat is zo waterafstotend en vuilafstotend. Okay. Sam heeft mij trouwens kei mooie bloemetjes gekocht. Ah, zo sweet. Wat? Naast subtiele hint. Maar, ik zei gewoon dat ik het spijtig vond dat mijn vorige bloemen dood waren. Ja, dat was echt een subtiele hint. Ja, voilà. Bam, daar stond hij. Ja, met bloemen. Ah, cuties alle. It's the end of the day. Maar morgen vloggen we verder, want vandaag was niet heel veel in de vlog, denk ik. Dus slaap wel iedereen. En tot morgen. Goedemorgen. Ik heb goed geslapen deze nacht. Oh, ik heb wel nog altijd last van mijn buik. Oei, er valt iets in de kast. Ik ben zo bloated en zo'n pijn aan mijn buik. En TMI, maar ik kan niet naar het toilet al een paar dagen. Dus ik weet niet what's going on. Ik probeer deze fles water leeg te drinken eerst voordat ik ga eten, zodat mijn metabolisme en zo allemaal een beetje op gang komt, zodat ik hopelijk straks kan gaan. Ik drink ook mijn groene theetje, of course. En ik ontbijt met proteïnepannenkoeken. Ik neem altijd die van Body & Fit, denk ik. Deze, de Sports Pancakes. Deze. Echt de beste. Of de vegan protein pancakes. Een van de twee. Proteïne pancakes are ready. Wat heb ik erop gedaan? Peanut butter. 100% peanuts.
Dan ben ik een beetje cheeky geweest en heb ik speculoospasta erop gedaan. En honing, that's it. Na kantoor ben ik hier thuis terug beginnen werken. En Celine en ik hebben net een heel toffe mail gekregen. Ik kan er nog niks over zeggen, maar morgen hebben we een call. Allee, een Skype meeting. Dus ik hoop dat het allemaal doorgaat en dan kan ik binnenkort iets zeggen. Dat zou kei tof zijn. Ik ga nog heel even verder werken. And then I'm off to the keuring. My god, ik sta hier dus al een uur en 20 minuten al om precies te zijn, te wachten. Er is nog altijd één iemand voor mij. Iedereen steekt ook langs hier opzij, heel tijd voorbij en gaat eerst bij de keuring voor verkoop. Dus ik snap niet wat dat de bedoeling is. Dus nu ben ik al aan het denken. Ik ben in de rij van keuring van verkoop gaan staan. Omdat ik mij een afspraak heb gemaakt voor keuring voor verkoop. Maar misschien als je een afspraak hebt voor keuring voor verkoop, dat je gewoon langs hier opzij mocht binnenrijden. Of what's the deal? Ik snap er echt geen hol van. Ik krijg echt zenuwen, ik moet pipi doen. Maar ja, ik kan hier nergens gaan natuurlijk. Dus ja, ik zal nog moeten wachten. Er is nog altijd één iemand voor mij en er is nog één iemand binnen. En als er zelfs nog iemand hier voor mij inrijdt en zo'n shortcut maakt, ja dan ben ik het nog altijd niet. Hè. Dus ja. Ondertussen dan naar een vlog kijken van mijn vriendjes, Jolien en Jano. De winkel geweest. Auto was goedgekeurd. En voor iedereen die vroeg op Instagram als ik mijn auto ga verkopen. Nee, ik ga mijn auto niet verkopen. Maar die staat, ik denk dat ik dat al heb gezegd in deze video. Ik ben niet zeker, maar mijn auto staat op naam van Geert nog altijd. Maar ik betaal wel alles. Maar dat wil zeggen dat ik zogezegd de auto van Geert moet kopen. Dus ja, dat is wat we nog gaan regelen. Dan is alles achter de rug. Allee, het huis is al een tijd verkocht. Maar dan is dat stukje ook weer achter de rug. Dus ik vind het wel fijn dat de auto dan ook fatsoenlijk gewoon van mij is. En alles fatsoenlijk geregeld is. Nu ga ik naar huis eten maken. En ik denk dat we daarna naar de fitness gaan. Let's start the food. Ik ga zalm maken met zoete aardappel in de oven en asperges in de pan. En dat zijn dus alle ingrediënten, dan ook nog peper en zout. Maar hoe ik dit maak, ga ik jullie in de video van morgen laten zien. Want ik ga voor hier de vlog afsluiten. Ik denk dat ik genoeg heb gevlogd voor deze vlog. Ik weet niet, je kunt er nooit inschatten, maar dat is een gokje. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. En wij zien jullie morgen!